Yo, wat up mensen, super dope dat jullie weer kijken naar een gloednieuwe video op mijn kanaal, Tony Gain. Ik ga vandaag laten zien hoe jij de Boogie Down emote krijgt in Fortnite Battle Royale. Zoals je ziet, ik heb een tweede account gemaakt, ik heb helemaal niks. Dat is dan de dansje, ik vind het zo leuk, nee grapje. Ik ga jullie laten zien hoe ik het vandaag krijg. En als jullie gewoon de stap volgen, dan heb je hem vanzelf. Oké, dus de tweede stap is, je gaat naar Google en je zoekt gewoon op Epic Games. Dan klik je op de website. En dan moet jij inloggen. Oh, ik moet even uitloggen. Als je dat hebt gedaan, dan... En dan kom je op dit. En dan moet je je... dus gewoon inloggen. Je e-mail en je paswoord. Nou, voor mij is dat dus dit. En wachtwoord, dat is voor iedereen anders. En als je dan naar je account gaat, dan moet je de two-factor... je inlog, die moet je zeg maar beveiligen. Dus ik ga alvast een beetje naar Gmail. Ga ik even inloggen. Oké, als je dus op account hebt gedrukt, dan kom je hier op account / personal. Als je daar niet komt, moet je dat even invoeren. En dan druk je hier op password en security. Dan scroll je naar beneden. En dan druk je op degene die jij wil. Kijk, je hebt een app voor de authenticator. Dus dat je kan inloggen met een app en dan geeft hij je een code. Zodat je account beveiligd is of via e-mail. Ik ga het via e-mail doen. Als jij het via dit wil, vind ik het prima. Alleen, ik ga het via e-mail doen. Ik moet mijn e-mail eerst nog verifiëren. Dus dat ga ik even kijken. Doe even refresh. Nou, ik heb hem nog niet binnen, dus ik doe even recent verification mail. Kijk, dan heb je hem. En dan moet ik even verifiëren. Oké, nu is hij geverifieerd. En nu kan ik ook de authenticator, de two-factor, die kan ik aanzetten. Ik heb net geverifieerd, dus... Oké, dan wordt er nu weer een mailtje gestuurd met een code naar jouw mail. Dan moeten we even wachten. Oké, ik heb mijn mail dus ontvangen. Dan klik je op de mail en dan zie je hier een code. Je kan die code kopiëren of je kan hem zelf invullen, maar ik kopieer hem. Als je dat doet, moet je even wachten. Kijk, dan is hij geactiveerd. Klik je op done. Nou, Google Chrome kan je wegdoen. En dan moet je Fortnite even restarten. Dat ga ik nu ook doen. Zodra je Fortnite hebt opgestart, druk je natuurlijk op Battle Royale, want ja, Save the World, daar heb je geen emotes. Of ja, heb je wel, maar niet die. En dan zie je al meteen de nieuwe Boogie Down emote. En dan heb je hem. En dan ga je naar Locker. En je activeert hem. En je hebt hem gewoon. Nou ja, jongens, als jullie genoten hebben van deze video, vergeet niet het blauwe duimpje omhoog te doen. En natuurlijk te abonneren op mijn kanaal, ik zal het erg waarderen. En dan zeg ik tot de volgende keer. Bye bye.